Hey, goedemorgen. Peter van Elzijk hier van Peets Gitariteiten. Welkom op deze 1 april 2023 alweer. 1 april, geen gekkigheid dus vandaag, want we zijn gewoon helemaal hartstikke live. De filmpjes die we hier opnemen, dat is in het Westland, in Honselsdijk. En momenteel is het hier slecht weer, ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar hier is het mis, dus... goed weer om lekker binnen te zitten en gitaar te spelen, toch? Maar dat is het altijd. Ik hoop dat het met jullie goed gaat. Dat heb ik gevraagd, maar mij gaat het prima. We hebben het lekker druk, we zijn lekker bezig. Zowel met optredens. Optredens komen allemaal weer, gelukkig. En wat mijzelf betreft, dit jaar start ik met een nieuw soloprogramma. Daar ga ik nog niet al te veel over vertellen, maar het persmateriaal is van de week weggegaan. En volgende maand beginnen mijn Van Gogh voorstellingen weer. Muziektheaterproductie, wat ik heb geschreven vorig jaar. En dat is nu het tweede jaar in, dus dat is allemaal lekker. Vandaag gaan we dus live met Beat It van Michael Jackson. En eerst maar even vertellen, dat heb ik gekozen eigenlijk omdat Beat It is ook zo'n nummer waarvan je dus denkt... dat kan ik gewoon niet spelen. En dat kan twee kanten op. Je kan denken van dat kan ik niet spelen, omdat daar natuurlijk die mega solo in zit van Eddie Van Halen. Nou, dat is een heel ander verhaal. Maar je kan ook denken van ik kan het niet spelen, omdat het gewoon niet op mijn gitaartje kan. Er gebeurt zoveel, maar kan wel. Kan wel. En daarom wil ik het gewoon doen vandaag. En wat betreft die solo, ik heb een leuk plan. Ik wil een aantal iconische solo's, die wil ik bij elkaar doen. Welke dat zijn, dat ga ik uiteraard natuurlijk nog niet zeggen. Maar bij deze weet je natuurlijk wel dat de solo van Beat It er dus bij zal zitten. Maar daar kom ik dus op terug. Ja, dus vandaag gaan we het nummer doen, het geraamte doen. Dus eigenlijk het hele nummer, behalve die solo, dat komt. Beat It, Michael Jackson, nummer uit 1983 van het wereldberoemde album Thriller. En hij heeft er 2 Grammys mee gewonnen. En dat zegt nogal wat. En het staat in de lijst van de beste nummers aller tijden. Het is echt een wereldwijde hit geweest. En hij en Quincy Jones, dus Michael Jackson en Quincy Jones, Q, hè, noemden ze hem altijd, Q. Die wilden eigenlijk op dat album een rocknummer zetten met een rockartiest. En dat nummer dat is gebaseerd, en dat is echt leuk, dat nummer is gebaseerd op My Sharona van The Neck. En dan moet je maar eens luisteren naar My Sharona van The Neck, is ook zo'n hit. En dan hoor je een beetje dezelfde... staccato-achtige dingetjes die dus ook in Beat It zitten. Dat is echt heel leuk. Ik wist dat niet, maar ik ben dus eens gaan googlen en ik ben eens gaan vergelijken. En ik denk, ja, inderdaad, dat heeft echt heel veel van elkaar weg. Dat is leuk. Het is een angstige waarschuwing eigenlijk tegen al het geweld in de wereld, toen al. Laat staan nu. Dat is dus ook een reden waarom ik het neem. Omdat, we staan allemaal tegenover elkaar. We vinden allemaal iets van een ander. En laten we dat nou niet doen. Hè? Want er zit zo'n hele beroemde zin in. It doesn't matter if you're right or wrong. En dat is het. Steve Lukather, de gitarist van Toto. Ook zo'n god op de elektrische gitaar. En Eddie Van Halen, die hebben dus samen meegedaan aan dit project. En het is leuk, Eddie Van Halen die werd gebeld door Quincy Jones om dus mee te doen en om die solopartij in te spelen. En Eddie Van Halen was zo vereerd, zeg maar, dat hij daarvoor gevraagd werd, dat hij dus helemaal geen loon heeft gevraagd daarvoor. En hij heeft het waanzinnig ingespeeld. En Steve Lukather trouwens ook, echt ook een waanzinnige gitarist. En moet je je voorstellen dat als Eddie Van Halen dat dus in de studio inspeelt, dat je dus met je beentje, met je Michael Jackson beentje, dat je natuurlijk wel een gitarist of gitariste moet hebben, die dat dus live ook kan.
En nou, dat had hij wel. Dat was dus Jennifer Batten. Dat was die dame met dat hele mooie, hoge, blonde haar. Verschrikkelijke goede gitariste. En die deed het allemaal live. En nou ja, je moet maar eens kijken. Dat echt als geen ander. De albums die hierna allemaal kwamen, dus allemaal na Thriller, die moesten allemaal op zijn minst een rocknummer bevatten. En nou, dat is gelukt. Hè? Dirty Diana is daarna gekomen met Steve Stevens, de fantastische gitarist van Billy Idol. En natuurlijk Black or White, bijvoorbeeld, en Given to Me met Slash van Guns N' Roses. Nou, vandaag dus Beat It, een nummer in E-mineur. E-mineur. En de PDF die ik erbij heb gedaan, die heb ik een beetje op verschillende manieren geschreven. Ik heb een schemaatje geschreven met E-mineur en D. E-mineur D, C en D, E-mineur en D. Maar ik heb diezelfde akkoorden heb ik ook op zijn, ja, op zijn rockachtig gedaan. Kom ik zo bij. Nee, je kan het een beetje mixen. Je moet maar even kijken. Ik heb geprobeerd om in de refreinen, waar je dus het akkoordenschema gewoon door kan spelen, daar heb ik geprobeerd om die iconische riff te spelen. Dus we gaan het allemaal een beetje mixen. Er zit op een gegeven moment nog dat stukje zit er doorheen. We gaan er gewoon doorheen en we komen dat allemaal vanzelf wel tegen. Het is een nummer in E-mineur. Nou, ik denk dat we die allemaal wel kennen. E-mineur. D. E-mineur. D. C. D. E-mineur. En D. Nee. Er staat één kruis aan de sleutel op je PDF. Dus de toonladder van G. G en E-mineur zijn parallel aan elkaar. He, als je liedje dus in G-maatje staat, dan soleer je dus in E-mineur pentatonisch. Nou, je hoort het eigenlijk meteen al. Zie je? Het is eigenlijk gewoon een E-mineur pentatonische riff. En het mooie is, er zit een vies in. Dat gaat met een hamertje, komt zo. Maar die vies, dat maakt het eigenlijk een soort van natuurlijk mineur. Dus E, vies, G, A, B, C, D, E. Zie je het? Oké. Okay. We beginnen met een E. Losse E, dikke snaar. G. En die speel ik met mijn tweede vinger. Je kan het natuurlijk ook met die derde vinger doen. Ik doe het met mijn tweede vinger. B, D, G, B. Dus de zesde snaar. De zesde snaar. Vijfde snaar. Dat zijn allemaal downstrokejes. Allemaal slagjes naar beneden. En dan komt die G. En die haal ik up. Dat is mijn laagste noot in de riff. En dan laag geografisch, hè, dus qua klank het hoogst. Zie je het? En dan terug naar E. E, G, B, G, E. Nou komt die hammer on, die hamer. Je slaat nog een keer die E aan en je hamert in het vierde vakje met je ringvinger die vieze op. Zie je het? Dus die vies die sla je eigenlijk niet aan met je rechterhand, maar die hamer je erop met je linkerhand. Zie je het? Terug naar E. En dan twee D's. En de tweede zin. 1 D aan het eind. Zie je het? Wat zie je mij nou doen? Dit.
Zie je het? Kan ook. Maar dat vind ik hectischer. Ik heb daar mooie vingers voor over die dat dus kunnen doen. Ik speel die D, maar die wil ik een beetje staccato hebben. Dus ik demp tussendoor af. Zie je het? Het is allemaal breed, allemaal lang. Kort, kort. Kort. Zie je? Nou, dat is al een fantastische riff om te spelen. En heel herkenbaar. Hè? Iedereen weet welk nummer je gaat doen. Dat hamertje. Je moet daar best wel een beetje achter zitten. Hè? Uiteraard moet je gitaar spelen zonder kracht. Maar je moet wel kunnen hameren met die ringvinger. En als dat nou niet gaat, dan moet je daar natuurlijk op oefenen. Maar je kan er ook aanslaan. Dus doe je gewoon een light hamertje weg. Dit. Maar is minder leuk. Nou, dan ga je naar het couplet. Heb ik ervoor gekozen om die riff dus vaarwel te zeggen. Die gaat eigenlijk gewoon door. Maar ik ga naar E mineur en naar D. E mineur, D. C, D. E mineur, D. Dus dan doe ik het op deze manier. Allemaal downstrokejes. Zie je het? Maar, nou komt het. Daar demp ik tussendoor, zie je dat? Dat doe ik met mijn rechterhand. Dat is lastig. C, D, E mineur. Eerste stukje was dat. Zie je het? Als je niet dempt, en dat kan natuurlijk, maar dan wordt het zo wollig. Zie? Dan zaak ik het nummer weg. Dat zou ik niet doen. Maar dat. Zie je? Nou, hou een beetje in de gaten dat als je E mineur speelt, dat je best een beetje bovenaan kan zitten. Een beetje laag. He, dat geeft een beetje power ook. Zie je het? En bij D ga je juist de andere kant op. Zie je? C een beetje het midden. E mineur weer laag. Dus het is ook zo'n akkoordenprogressie. Waarbij je dus gewoon best wel een beetje kan letten op het kleurenpaletje wat je dus hebt op je gitaar. En in dit geval dus met je rechterhand. Hè, dat je een beetje laag, een beetje hoog en een beetje in het midden zit. Hè, dat komt alleen maar de akkoorden ten goede. Dus ik zou zeggen, doe dat ook. Dat dempen, dat is lastig. Dit. Ik doe dat met de palm van mijn hand. Zie je, ik strek mijn pink. Dat doe ik eigenlijk altijd. Komt die palm, die komt er een beetje recht op. Dan demp ik ook alle snaren af. Je denkt van, nou ja, mijn plectrum zit aan deze kant. Dus als ik nou met die kant demp, dan is het dichterbij. Nou, dat is ook helemaal waar. Alleen deze kant loopt niet recht. Dus dan demp je dus niet alles. Het kan wel, maar dan moet je wel dit gaan doen. Kijk. Zo, hier, hoor je? De zijpad altijd iets door. Palm van je hand. Zo. Nou, je hoort bij mij een beetje in mijn armband tikken. Zie je? Drie, vier. Nou, wat hoor je nog meer? Je hoort dat je na de tel begint.
Het is een vierkwartsmaat. Dus 1, 2, 3, 4, 1. Je hebt dus eerst de 1, dat is een halve toon rust. Dan begin je pas. Dus 1, 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Nou, dat is dus ook de baspartij, zeg maar, die in het nummer zit. En die heb ik dus sowieso vertaald naar mijn gitaar, want ja, dat is zo herkenbaar. En dat is leuk om te spelen, toch? Nou, dat doe je een paar keer en dan komt het refrein weer. En in dat refrein kies ik er dus voor om weer naar die riff te gaan. Weer. Dus bij elkaar heb je nu zeg maar dit. 1, 2, 3, 4. Die eerste noot, even nog vertellen, die eerste noot begint voor de tel. Dus 1, 2, 3, 4. Dat ga ik anders doen. Maar eventjes nog terug over die riff. Je kan dit er ook nog tussen doen. En het is wel leuk. Je krijgt het dan wel heel erg druk. Maar het is wel leuk. Dit. Waar je 1D speelt, dan heb je even de tijd om dit aan te slaan. Ik demp dus gewoon af. Zie je het? Gewoon een beetje rocky. D, C, D, E mineur, D. Dat kan ik ook vertalen naar een beetje elektrische akkoorden, zeg maar. Een beetje power akkoordjes. E, D. Kijk. B, dit, zo. Dit is E, zie je? Zo. Komt zeg maar van A, A, B, C, D, E. Nou, die bovenste twee van deze akkoorden, zie, die pak ik dus. En dat doe ik met één vinger. Zie je? Dus dit is mijn E-akkoord nu. Het moeilijke is alleen dat, en dat kan je dus ook met twee vingers doen, of maakt niet uit, ik doe dat met één topje, zo met één kootje. Het moeilijke is dat je dus maar twee snaartjes aan mag slaan. In dit geval dus de vierde en de derde snaar. Zie je het? Dempen blijft hetzelfde. Dus ik heb nu dit. E. D. E. D. C.
C, D, E. 3, 4, 1. Zie je? 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Nou, dit is heel direct. Hè? Je hoort bij die E mineur nog iets moois. Zo. Hè? C. Nu hoor je. Echt. Zo. Rock. Dus. Zie je het? Wat opvalt is, als je nou akkoorden speelt, gewoon open akkoorden, dan is die beweging rechts, die is veel groter dan dat je dus kleine akkoordjes speelt, zoals dit. Het leuke van deze akkoorden is, kijk, ik speel eigenlijk E, die zit hier op de derde snaar, D, E, D, C, D, E, D. En ik pak de A, de quint, E, F, G, dus A, B, C, D, E, zie? Die pak ik er eigenlijk bij, zie je dat? Nou, een power akkoord, zo noemen ze dat, een power akkoord of een vijf akkoord, E5 in dit geval, is eigenlijk een hele verkeerde benaming. Hè? Want een akkoord moet op zijn minst bestaan uit drie verschillende tonen. Het is altijd een drieklank. Het is eigenlijk een tweeklank. Maar ze noemen het gewoon power akkoorden, power chord, vijf akkoorden. Dus E5, D5, E5 en C5 en D5. Zie maar, mijn beweging is heel klein. 3, 4, 1. Dat is best lastig. Ja, want je zit heel snel op een verkeerde snaar. Dit. Moet je een beetje gevoel in krijgen. 3, 4, rust. 3, 4, rust. Ik zal op tap hoor. Hoor je dat het hetzelfde is? Zie je het? Alleen dit is. Hier klinkt meer. 3, 4, rust. 4 rust. 3, 4 rust. Zie je het? Je kan het ook mixen. 3, 4 rust. 3, 4 rust. Zie je? En dan komt die riff weer. Zeggen, dan komt het instrumentale tussenstukje vlak voor die solo en dat is alleen maar E mineur. En ik vind het wel leuk omdat ja, dat is, er zit een hele hoop power in, een hele hoop kracht zit daarin. Ik vind het leuk om dat dus laag te spelen, dus daar. En dan zit er zo'n noot tussen. Ik neem daar een D voor. Kijk, krijg je dit. Beat it, beat it, beat it. Zie je? Beat it, beat it, beat it. Dat stukje is. De bovenste vinger van het E mineur akkoord, wat niet echt E mineur is, omdat ik alleen maar die bovenste drie snaren een beetje aansla. Die gaat naar het vijfde vakje. Dat is een D. En die vibreer ik een beetje. Zie je? Dat is wel lekker, toch? Je moet er alleen voor zorgen dat als je die D speelt, dat de rest van het akkoord eigenlijk een beetje weg is. Dus je moet goed de boel bij je houden. Dat je
goed dempt. De zijkant van mijn duim, bijvoorbeeld, die komt ook echt tegen die dikke snaar aan. Die sla ik hier dus aan. En daar is die weg, zie je het? Nou, als je het nou nog gemener wil maken, dan kan je ook een beetje een pinch harmonic doen, zo, een beetje plectrum. Ja, daar komen we nog een keertje op terug hoor, uitgebreid. Maar dat is eigenlijk de zijkant van je duim, dus niet alleen je plectrum, maar de zijkant van je duim, een beetje zo'n, in dit geval bij mijn gitaar, naast het gat. Je moet hem even een beetje zoeken. Zo, zie je? Dus ik raak de snaar niet alleen met mijn plectrum, niet alleen met mijn duim, want er gebeurt er niks, maar met alle twee. En dan maak ik een soort flageolet. Zie je het? Op deze gitaar is dat een beetje lastig. Je moet hem echt een beetje zoeken. Op je elektrische gitaar is dat veel makkelijker. Dat zijn dingetjes die zou je kunnen doen, of kan je doen. Dan komt het... Het vind ik het mooiste stukje. Je hebt dit gehad. Bijvoorbeeld twee keer. Kan je mee doorgaan. Maar je kan ook weer naar dit stukje gaan. Nou, wat doe ik daar? Dat hoor je ook in het nummer. Ik speel in het 12e vakje op de 4e en de 3e snaar. Dus het is eigenlijk een G. En daar zit in het 14e vakje op de 5e en de 4e snaar weer die E mineur. Zie je dat? Dus ik ga van G naar E. G. E. Zie je het? G. E. Ik kan op heel veel manieren. Zie je? Bijgezet en dat moet best een beetje uit een losse pols. Zie je? Dit. En dat is een kleine beweging, want je moet ook weer niet te veel snaren aanslaan. Zie je? Beetje nonchalant, beetje wegglijden. En dan komt hier die solo. Daar komen we dus op terug. Maar in die solo kan je dus ook weer het normale schema spelen van het couplet. Zie je het? Dat zit in die solo. Nou ja, na die solo komt weer beat it. En dan kun je die weer spelen. Zie je het? Dus je hebt je riff. Je hebt je schemaatje. Je hebt je schemaatje op de rock manier. En met welke vingers je dat doet. Zelf weten. En je hebt het instrumentaal tussenstukje vlak voor die solo. Of nou ja, dan die riff weer een beetje door elkaar. Je moet het een beetje gezellig maken. Je moet het een beetje leuk maken voor jezelf. En wellicht moet je er ook gewoon lekker een beetje op oefenen. Want het zijn best wel lastige dingen allemaal bij elkaar. En dat hoeft ook allemaal niet meteen. Dat hoeft ook allemaal niet tegelijk.
Ja, je moet er een beetje in duiken als je het leuk vindt. Ik vind het echt een onwijs leuk nummer om te spelen. Hou in de gaten dat als je meespeelt met Michael Jackson, dat dus niet gaat, omdat Michael Jackson dus een halve toon lager staat. En soms lijkt het wel eens alsof hij een hele toon lager staat. Het zit er eigenlijk, vind ik hoor, een beetje tussenin. Ik heb gezegd, op je PDF ook, dat de muziek een halve toon lager staat. Ik vind het dan vrij lekker overheen komen. Dus ik heb zo'n tool op mijn laptop. Dan kan ik het mp3'tje dus een halve toon hoger zetten. En dan gaat Michael wel iets anders zingen. Maar kan ik wel meespelen. Nou, dat is een beetje een dingetje. Dus als jij zo speelt en jij denkt van, hé, dat klinkt helemaal niet. Dat klopt dan dus. Want die muziek, die pitch, die staat een halve toon lager. Nou ja, ik zou zeggen, duik daar lekker in. Ga dat lekker doen, want het is toch puin weer. Dus ga lekker spelen met Beat It. En ik zou zeggen, ik wens jullie een hele, heel prettig weekend sowieso. Maak er wat van. Blijf gezond. Speel lekker veel gitaar. En wees niet al te boos aan elkaar. Tot de volgende keer.